Is er een groter monster denkbaar? I went to that church in Charleston and I did it. Hij had geoefend. En voor zijn verjaardag het pistool gekregen. Trots poseert hij, vol van haat. It was a race thing because he had told me that that the black people were taking over the country. Dylan Roof schuift aan in een Bijbelstudiegroep in de Mother Emanuel Kerk, traditioneel bezocht door zwarte Amerikanen. And then I sat down with them for like maybe 15 minutes. Dan executeert hij 9 mensen en verlaat met pistool in de hand de kerk. 911, what's the address of the emergency? He shot the pastor, he shot all the men in the church. Please come right away. I heard there's some shooting and I just dropped the phone. Dominee Anthony Thompson verloor zijn vrouw Myra, die leiding gaf aan de Bijbelstudiegroep. I saw Miss Felicia, one of the survivors, and she looked at me and she said, "Myra's gone." I flipped. I didn't know what was going to happen next. What is your age? 21. Roof is in december al schuldig bevonden aan de moorden. Nu moet een jury bepalen of hij de doodstraf krijgt. Hij is toerekeningsvatbaar verklaard en verdedigt zichzelf. Overlevenden die in de zaal zitten omschrijven hem als een dader zonder berouw. You slaughtered 9 people and you sit there and don't even look. Maar de weduwnaar van Myra Thompson, streng gelovig, twijfelt over de doodstraf voor Roof. And I said, Dylan, I forgive you, my family forgive you. I said, but you need to confess, and you need to repent. How can you forgive him for that? Well, you know, it's just a natural thing. You know, like I said, I had no intention of saying anything to him. Mm-hmm. It just came out. Yeah, it just came out. En sommige mensen zijn bang dat Roof na zijn executie een martelaar kan worden in de ogen van andere racisten. Erik Mout aan RTL Nieuws, New York.